Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe Black Ops 2 commentary op Aftermath. En ja, ik speel met de PDW lekker tryhard. En daar zit een laser sight op. Quick draw en volgens mij long barrel of FMJ. Ik zou het niet precies weten, maar één van die twee dingen. Maar maakt in principe niet heel veel uit, want het heeft ongeveer hetzelfde effect. En verder is mijn perks kon je zien als Ghost, Scavenger en Dexterity. Een beetje standaard. En mijn killstreaks zijn een beetje de hoge killstreaks. De Orbital V-Sat, de Lodestar en de Swarm. En ik gebruik geen dogs meer, omdat laatst mijn dogs geen kills maken. En je zult ook wel zien wat er in deze match ook gaat gebeuren. Want op zich is het een heel mooie match, maar er zijn een paar dingen die dadelijk... Of een paar dingen, eigenlijk één ding wat dadelijk gewoon echt kut is. En dat zul je ook wel merken. En dan weet je ook gelijk waarom ik dus nooit met hoge killstreaks speel, want dan krijg je dus dat. Maar in ieder geval, wat ik vandaag eigenlijk over heb, zijn een paar verschillende dingen. En ja, ik ga gewoon alles een beetje vertellen. Als eerste wat ik eigenlijk heb over de silencers in het spel in combinatie met submachine guns. Want ik heb echt het idee dat de laatste tijd echt die silencers echt enorm gepatcht zijn. En dan in een speciaal op die submachine guns, want... Ik weet niet of dat jullie is opgevallen, maar steeds minder mensen gebruiken ook silencers op submachine guns. Want het lijkt gewoon dat de wapens gewoon echt gewoon voor 80% zwakker worden ofzo. En dat heb ik zelf ook. Ik heb gewoon, als ik nou silencers gebruik, dan is het niet meer gewoon standaard dat ik de 1-op-1 gevechten win. Zeg maar als ik bijvoorbeeld geen silencer op doe, maar er long barrel ofzo. Dan heb ik echt het idee dat ik bijna alle 1-op-1 fights win. Tenzij ik dan gewoon de rug geschoten word. Maar gewoon echt 1-op-1, weet je wel. Recht van voren, dan win je vrijwel alles als je dus gewoon een long barrel of een FMJ erop zit ofzo, of wat dan ook. In plaats van een silencer. Als je een silencer hebt, dan verlies je de laatste tijd echt enorm vaak. En ik weet niet of dat gewoon iets is wat mij is opgevallen, of wat jullie ook is opgevallen. Dat jullie er ook last van hebben, want ik heb echt het idee dat silencers echt nutteloos zijn geworden. Ik heb ze nog wel op bepaalde assault rifles zitten, maar ik vind echt dat ze overal gewoon echt veel zwakker op lijken. En het is gewoon tegenwoordig geen aanrader meer, terwijl het eerst echt belangrijk was om met silencers te spelen, want... Ja, het belangrijkste van de silencer is natuurlijk wel dat mensen niet weten waar jij bent als jij in hun spawn rondloopt of zo. Maar als tegenwoordig je wapens zo zwak worden met die silencers, ja, dan houdt het gewoon op. Dus dan gebruik je die van niet meer. En ik heb volgens mij ook op geen ene submachine gun nog een silencer zitten. En misschien trouwens op de Scorpion, misschien dat ik er daar nog een op zit. Dan heb ik meestal, even kijken. Grip. Extended Max en een silencer op zitten. Ik weet niet of ik er nou nog steeds heb. Heel veel mensen zeggen eigenlijk dat Grip geen effect heeft. Maar op de Scorpion heb ik het idee van wel. Maar dat kan ook iets zijn wat aan mij ligt. Maar in ieder geval, als je trouwens de Scorpion gebruikt, dan raad ik je ook aan om met toughness te spelen. Want met de Scorpion, dat ding heeft echt enorm veel recoil. Maar ik weet niet hoe ik nou eigenlijk met mijn onderwerp op een Scorpion uitkom. Want dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar in ieder geval, het volgende waar ik het over wil hebben is... even kijken, wat zal ik als eerst doen? Setup video. Ik had gisteren een video gemaakt over... waar ging mijn video over? het was een live commentary volgens mij. Over party modes. En toen vroeg ik van jullie van... willen jullie een nieuwe setup video zien? En jullie waren allemaal nieuwe setup video zien. Dus die ga ik binnenkort een maken. En waarschijnlijk morgen. Want morgen is zaterdag. Morgen heb ik lekker veel tijd. Dus waarschijnlijk dat ik dat zaterdag doe. En ik denk dat die zaterdag ook nog wel lang komt staan. Misschien wat later. Rond een uur of 6 of zo. Of zondag, maar waarschijnlijk gewoon op zaterdag. En anders moet je maar even mijn Facebook in de gaten houden. Als je mijn Facebook wil weten, dan moet je even in de beschrijving kijken. Ik zet altijd een linkje en dan kun je erop klikken en dan ben je er. Maar in ieder geval, zoals je ziet, ik heb een Swarm binnen. En dan moet je daar maar eens kijken wat er gebeurt met deze match. Je kunt het waarschijnlijk al voorspellen. En dat is natuurlijk dat iedereen heeft de benen. Iedereen naait eruit. Ik heb volgens mij 2 keer Swarm. Ik had bijna nucleair, maar er waren gewoon geen enemies meer over. En dat is gewoon echt zo saai in het spel. Iedereen lead steeds. Daarom speel ik nooit echt met hoge streaks. En ook niet zo trouw als hier. Nou, ik ben terwijl ook net klaar met mijn shotguns. Ik had M1216 was ik mee bezig. Om die goud te krijgen. Dat ik alle shotguns diamond. Ik heb nou alles diamond. En nou heb je weer zoiets van, ja, wat moet ik nou gaan doen? Moet ik nou een tryhard gaan spelen? Of moet ik nou gewoon weer gaan snipen ofzo? Weet je wel? Ik ga denk gewoon proberen snipers diamond te halen. Want in dit spel is het gewoon onmogelijk om tryhard te spelen. Als je tryhard speelt, dan lieven de mensen toch wel. En dan heb je er toch niks aan. Dus je kunt het beste maar gewoon een beetje meespelen. En niet echt je best doen. Want anders heb je er toch niks aan. Maar in ieder geval, het volgende wat ik het over hebben was Q&A. Want een tijdje geleden hadden jullie mij gevraagd of ik een nieuwe Q&A wou doen. En ik heb ooit een Q&A gedaan, maar ik had toen maar volgens mij 1000 subs, 2000 of zo. En ik heb er nu bijna 5000. En als het goed is heb ik binnen een week 5000. Dus ik ben enorm benieuwd hoe dat zal uitpakken. En voor de 5000 ga ik, als het goed is, proberen te gaan livestreamen.
En daar heb ik verder rest nog niks over geprobeerd. Maar ik ga denk ik van het weekend even kijken of dat het werkt. En dan gewoon testen qua of dat ik kan gamen met het livestreamen. Want dat is bij mij het probleem. Als ik bijvoorbeeld iets upload, dan moet ik dat op het moment doen dat ik dus niet wil gaan gamen. Want als ik ook wil gaan gamen, dan gaat dat niet samen. Want dan heb ik gewoon een enorme lag. Dat gaat gewoon niet. Dus ik ga eerst even testen, denk ik, of ik kan livestreamen. Ja, en gamen tegelijk. Meestal als je livestreamt. Hè. Maar ja, anders zou ik bijvoorbeeld iets van zombies moeten livestreamen. Want dat gaat niet live. Maar, of live, dat gaat niet online bedoel ik. Alleen heel veel mensen vinden zombies niet leuk. Terwijl ik dat zelf wel echt enorm vet vind. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt in mijn kanaal. Laatste tijd upload ik steeds meer zombies. En dan komt gewoon, ik wil me afwisselen, weet je. Ik vind dat online, ik vind Call of Duty niet zo heel veel aan. Zelf als ik commentaries kijk, dan kijk ik ook eerder Battlefield als Call of Duty eigenlijk. Dus misschien dat ik binnenkort ook meer Battlefield ga doen. Maar waarschijnlijk dan wel iets meer action-packed gameplays. Als dat ik de laatste keer had geüpload, want die was best wel boring. Maar dan moet ik even kijken. Maar in ieder geval, ja, over Q&A's dus. Ik wil nu Q&A doen en ik moet even kijken wanneer. Misschien dat ik dat... nee, dat doe ik niet vrijdag trouwens. Volgende week vrijdag, want ik heb ook weer iets anders in mijn hoofd. Daar kom ik zo meteen wel weer op. Het is echt te veel voor vandaag, jongens. Het is echt, het gaat nergens ook. Maar ja, wanneer zal ik die Q&A doen? Ik heb nog niet echt een datum eigenlijk. Ik moet eigenlijk wel een datum hebben. Laten we zeggen, als ik... nee, wacht, het is vandaag vrijdag. Dus woensdag of zo. Ik doe woensdag wel, want dat is ja, mooi halverwege de week. Dan doen we gewoon woensdag die Q&A en dan kun je dus tot woensdag kun je opsturen. Maar in ieder geval, ja, je kunt dan gewoon een comment onder deze video plaatsen en je kunt het ook op mijn Facebook doen. Makkelijkste denk gewoon onder de video. En ja, dan kies ik gewoon... nee, ik kies niet. Ik ga gewoon alles langs. Het moet wel een beetje normaal zijn, weet je. Het mag kei random zijn, maar het moet niet te persoonlijk worden. En ja, te persoonlijk, dan snap je wat ik mee bedoel. Maar in ieder geval, ja, ik kijk wel even hoeveel comments ik krijg. Ik heb geen flauw idee hoeveel ik er krijg. Dus ik weet ook niet hoeveel video's ik moet maken. Dus daar moeten we even afwachten. Maar ja, ik zou zeggen, stuur me gewoon zoveel mogelijk in. En als het maar gewoon leuk is, grappig wordt, of gewoon iets wat je echt van mij wil weten, dat kan ook. En dan zie ik er van ijs wel. En ja, verder rest wou ik trouwens nog over één ding hebben. En dat is over een serie. En ik ga waarschijnlijk een soort van Facebook, what the fuck? Een Facecam vrijdag doen. En ja, weet je, ik weet dat jullie Facebook, ik wil heel Facebook zeggen, what the fuck. Ik weet dat jullie facecams leuk vinden. En ja, weet je, het klinkt lekker, facecam vrijdag. Het liefst zou ik op zaterdag doen, maar facecam zaterdag klinkt gewoon niet lekker. Dus ik doe het gewoon op vrijdag proberen. Dus vanaf volgende week, iedere vrijdag probeer ik een facecam te maken. En dan moet ik even kijken of dat lukt. Maar in ieder geval, ik ga mijn best doen. En ja, waarschijnlijk heb je het wel gemerkt in deze gameplay. Het einde van de gameplay is een beetje ja, saai. Kijk maar, je ziet maar dat er maar twee enemies zijn. En dat haat ik dus in dit spel. Je gaat perfect, je gaat echt helemaal goed. Je gaat een keertje tryhard spelen. Met een PDW, wat eigenlijk iedereen 90% van de tijd doet. Maar als ik het doe, dan ragequit iedereen. En ik krijg geen kills met mijn swarms. En mijn loadstar doet niks. Ik heb hem hier ook niet eens ingekald. Gewoon het feit, ja, er is maar één of er zijn maar twee enemies. Dus ja, waar heb je eraan om een ander in te kallen? Dus het is jammer, ik zat volgens mij ook enorm dicht bij nucleair. Volgens mij zag ik ook een 2 vanaf of zo. En dat heb ik altijd, jongen. Ik kan die dingen niet aan. Maar in ieder geval, ja, dat was wat ik jou... Wat ik jullie wou vertellen. En ja, ik zou zeggen, plaats maar gewoon wat leuke comments voor die Q&A. En dan spreken jullie de volgende keer weer. Houden we.